En andere landen zie je het ook. Er was toch een onderzoek dat West-Europa de laatste jaren dat het populisme alsmaar gegroeid is? Ja. En daar is dan, ik kan uiteindelijk maar één, om, één verklaring daarvoor vinden. En dat is dat, dat de meerderheid in die West-Europese landen het hartstikke goed heeft. Ja, nog steeds, 75% heeft helemaal niet op de PVV gestemd. laten we wel wezen. Dat was ons startpunt. Dat is toch wel een vrij interessante conclusie om dat, eh, om dat toch even nog naar voren te brengen. Maar het probleem is de onderkant van de samenleving, omdat die in dat hele neoliberale ideologische vertoog eigenlijk deels vergeten is. En, en, en dat je eigenlijk overal ook ziet. Kijk wat. Eh, ook als je, als je in Nederland kijkt naar waar eh, de PVV dus helemaal niet heeft gewonnen, dan zie je dus. We hebben het toch gehad over dat. Over wat Koen Teulings had uitgevonden. Niet waar het meest welvarende, innovatieve, eh, moderne deel van Nederland. Dat begint bij Haarlem en dan ga je naar het oosten en dan neem je Amsterdam mee. Eh, plus het hele Schiphol-agglomeratie. Dan naar beneden naar de stad Utrecht. Die ook een van de weinige steden, niet waar die niet voor de PVV gegaan is. Amsterdam ook niet. Nee, precies. Amsterdam ook niet. En daar zie je dus eigenlijk in extremis... Wat denk ik in West-Europa gaande is, dat veel van de stedelijke gebieden, dat die geweldig vitaal zijn, dat die economische ontwikkeling ook draait als een tierenlier, ook in Nederland. We zijn een economisch, macro-economisch, heel succesvol land. Maar we hebben die onderkant, 60% heeft het goed in Nederland en 40% heeft problemen. En, en kun je globaal zeggen, iedereen die in een eigen huis woont, die heeft relatief weinig problemen. Maar dat is ook een deel van Nederland wat wel praktische problemen heeft. En dat, die hebben wij verwaarloosd, maar die zijn in Frankrijk ook verwaarloosd. En waarschijnlijk in Zweden ook, dat weet ik niet precies. Ik weet er weinig van die, zelfs in Finland is natuurlijk momenteel een heel conservatieve regering aan de macht. Dus ja, en je wordt dus gestraft voor het feit dat je een, een toch aanzienlijk deel van de bevolking niet... Nou ja, zeg maar, niet gezien hebt, eh, overgeslagen hebt, daarvoor niet de nuttige speciale dingen hebt gedaan, niet je fiscale systeem hebt aangepast, ga ze maar door. Je ziet het in Duitsland precies zo. En dat is en ook, ook natuurlijk, het, het, is, het is niet Berlijn of Leipzig waar de problemen zijn. Het probleem zit in kleine steden ja. op het platteland en in het platteland. Idemdito in Frankrijk. Hmm. Dus ja, daar zijn wij natuurlijk ook voor Denk aan de BB-beweging. Niet waar? Die zitten. Of denk aan Omzicht. Als je daar de verkiezingskaartjes bekijkt. is het een puur regionale ontwikkeling eigenlijk. Die hele klont van, van, van Overijssel. dat is allemaal, was allemaal gekleurd naar, 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 die, naar die club van, van ja. ja Dus en ja, ja daar, daar, zal, daar zitten de problemen in. Maar, en, maar tegelijkertijd. Kijk, je, je kunt ontevredenheid kun je kanaliseren en proberen voort te zetten, Maar er zit in die ontevredenheid ook een agressieve boosheid. En, en dat, is, dat is nou eigenlijk wat ik niet goed begrijp. En, en wat steeds ook die populistische bewegingen zo onaangenaam maakt. Ja, je hebt eerder ook en gezegd... En daar zit naar mijn idee wel degelijk een element in van... Weg met die immigranten, want we hebben niks dan last van die immigranten. Wij komen niet aan de beurt. En dan heb je dus dat, dat thema van uh, Nederland voor de Nederlanders. Ja. Je hebt ook gezegd eerder: van uh, laat Wilders maar uh, meegeren, want dan komt hij vanzelf in de problemen. Ja, dat is ook mijn theorie nu. Mijn, mijn gevoel is dat ja, dat als hij die, als die blijft regeren of kan regeren, dat, ja, dat duidelijk wordt natuurlijk, dat het overgrote deel van zijn programma onuitvoerbaar is, omdat hij uh, gewoon tegen de werkelijkheid aanloopt. Namelijk dat 75% van Nederland niet op hem gestemd heeft. En dat er natuurlijk ook in Nederland een soort diepsteet is. En dat er natuurlijk ook grote zakelijke belangen zijn die, uh, ja, die wel geïnteresseerd zijn in de energietransitie. Waar hij dus die hij als volledig overbodig ziet. Ja. Maar dan zou dat dan ook een strategie kunnen zijn? Dat je zegt: Nou ja, laten hem maar regeren. Wat de VVD dus eigenlijk ook nu doet. Ja, en dan... daar heb ik wel eens aan gedacht. Dat heet een politiek dupier, Dat je kijkt hoe slecht ze het zouden doen. Eh, ik, ik ben daar toch uiteindelijk niet zo voor. Omdat ik, dat ik, omdat ik bang ben voor de bozaardigheid van populistisch rechts. Voor de opsluiterij, voor de tribunalen. Hè. Want we hebben die tribunalen hebben we nou op, op Thierry Baudet geplakt. Maar ook de, ook de PVV heeft het over tribunalen gehad. En dan weet je dus hoe laat het is. Dus jij wil eigenlijk niet dat hij gaat regeren? Ik zou het liefst hebben dat hij niet gaat, reageren, gaat, gaat regeren. Maar goed, dan moet je dus een, 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 een machteloos kabinetje door het midden doen. Dus daarom dacht ik: laten we dat nou niet doen en dan, dan maar nieuwe verkiezingen houden. Ik weet het niet. Ik, ik moet je zeggen, ik heb geen flauw idee. Ja. Ik vertrouw, politiek gesproken. Vertrouw ik populistisch rechts voor geen cent. Ook omdat ze natuurlijk echt totaal geen essentiële democratische traditie hebben. Ze ja. zijn allemaal bewonderaars van autocratische regimes en, en harde aanpakken en allemaal dat soort van dingen. Je ja. moet er niets van hebben. Maar nieuwe verkiezingen kun je natuurlijk alleen maar doen als gevestigde partijen. Daar kun je op aansturen op het moment dat je weet dat je er dan zelf weer beter uit gaat komen en dat je de populisten niet nog groter ja, maakt. Zeker dat. En dat is natuurlijk een risico wat je loopt. Dus we moeten nou maar eens kijken. Dus dan moet je het Geert zelf laten verpesten. Dus dan zou je kunnen zeggen, laat hem maar regeren en dan gooit hij zijn eigen ruit in en dan ben je er vanaf. Zeker. zeker. En ik denk dat sommigen natuurlijk in hun hoofd hebben, laat Geert het eerst maar zelf verpesten. En dat is dan dat formatieproces wat zeven maanden gaat duren. Dat, dat moet je wel goed sturen natuurlijk. Dat, je niet, dat, jij, niet dezelfde, dat jij niet de schuld krijgt, maar dat Geert zelf de schuld krijgt. Dat is natuurlijk wel een zaak van gewicht. Ja. ja. Maar goed, dat heeft Rutte toen heel goed gedaan, na Rutte 1. Ja, zeker. Prima. En daar heeft hij jaar op kunnen ja, teren. Nu, 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 we zijn nu al zover dat we Rutte alweer missen. Is nog één scenario even aan je voorleggen. Het is ook zo dat is gezegd dat komen we weer terug bij dat punt van de VVD waarom ze dus deze houding nu aannemen van we gaan niet hebben we gedogen wel, maar we gaan niet in het kabinet zitten. Dat Rutte nog graag naar de NAVO wil en hij kan het zich niet veroorloven om een land met een populist aan de leiding eh, om daar nou ook in het kabinet nou, te gaan zitten. Ik denk niet dat de NAVO zo streng zal zijn. dat weet ik niet. Uthaoud is nog niet beslist of die dat wel of wel of niet wordt. Maar dit, dit is geen reclame voor Rutte. Dat hij vertrekt en dat, dat Nederland plotseling verandert in, in een land van boze dwergen. Wat zegt dat voor hem? Of hoe straalt dat op hem af? Ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat hij sowieso oh, hoogst ongelukkig is met de gang van zaken. Hoogst ongelukkig. Dat hij ook geen, geen woord erover gezegd heeft, dat geeft toch te denken. Hij heeft dat natuurlijk ook niet. In deze vorm heeft hij dat ook niet aanzien komen. Ja, maar is het wel aan hem om er iets over te zeggen? Hij is gewoon premier en het dient zijn termijn uit en dan is het klaar. Ja, maar het, 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 je weet hoe gevoelig het ligt. Of je onder een wolk vertrekt. Hè, of iedereen zegt: grote god, nog een toen moet je kijken. En waar het tenslotte op uitgedraaid is, en 13 jaar Rutte en, en waar komen we mee te zitten met een, met een PVV-regering waar we helemaal geen. Krein, geen Brood in Zien, ja, dat, want ik weet zeker dat de VVD er hoogst ongelukkig mee is. Dat, dat is, staat als dus een paal boven water. Dus ja, je, je vertrekt dan onder een immense schaduw. Of in een immense ja. schaduw. Dat is niet leuk. Nee. Ik probeer me nu ook eventjes dat... Ik kan me nog dat moment herinneren dat Balkenende vertrok en dat Rutte kwam. En dan krijg je de, de sleutel, hè, die wordt overhandigd. Ik probeer me die scène voor te stellen met Rutte naar Wilders. Dat beeld heb ik nog niet zo, moet ik zeggen. had ik nog niet zo aan gedacht. Misschien kan die zeggen ik ben sorry, ik moest naar een NATO-vergadering of zo. Ja, ik, ben niet. ik laat het elkaar doen. Ik even laat het elkaar doen. doen ja. Ja, ook, ook, ook op schandalige wijze natuurlijk verketterd door, door Wilders. Kijk je God, dat, dat, dat het kennelijk niemand iets kan schelen. Het onfatsoen waarmee iemand als wilde zich gedragen heeft in de afgelopen jaren, dat is toch? nou Ja, dan valt je hoed toch wel een beetje af, eigenlijk dat dat kennelijk allemaal vergeten en vergeven ja. is. Eh. Op, op dit, ja, op dit suffe moment, want kijk, dat zeggen ook al die pijlers altijd, het is een momentopname, maar de hele crisis is een momentopname. En dan kom je natuurlijk door, door doordat er kelle krachten hebben gewerkt in die crisis die, die dit veroorzaakt hebben, voordat je het weet zit je vier jaar met de penarie. Ja. Maar, maar ik, 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 nogmaals, ik, ik durf er niets, geen woord over te zeggen. Nee.